Hallo geliefde, deze show is een vervolg op de vorige en ik wil graag iedere keer terug naar het fundament van het fundament van het fundament, etc. Dat is dus de opzet. Ik was de vorige keer geëindigd, ik was daarvoor begonnen met uitverkiezing, weet je nog? En ik ben de vorige keer bezig geweest over de specificiteit van dat fundament. En dat wil ik dus vandaag even afmaken. Nog even weer benadrukken. De inhoud van dat fundament hadden we ook al even benadrukt. Maar het is even goed om het weer te herhalen. En daarna gaan we dan nog weer een stapje terug. Namelijk naar wat het allemaal veroorzaakt. En waar het uiteindelijk natuurlijk toe leidt. Ik stel voor dat we gaan naar de schrift. En ik wil eerst behandelen Romeinen 15. Sorry, mijn excuses. 1 Korinthe 15, vers 3 en 4. Ik ga even bij vers 1 beginnen, want ik heb het al zo vaak herhaald, maar ik ga het nog een keer doen. Te belangrijk. Ik begin bij vers 1 en ik ga snel richting vers 3 en 4, want daar gaat het mij even om nu. In vers 1 staat: ik maak het goede bericht aan jullie bekend, broeders, dat ik aan jullie het goede bericht breng, dat jullie ook accepteren waarin jullie ook staan, waardoor jullie ook gered worden als jullie het vasthouden met de woorden waarmee ik het goede bericht aan jullie breng, tenzij jullie natuurlijk voor de schijn geloven. Vers 3. Dan zegt Paulus verder, nu komt de inhoud van het evangelie. Want onder de eerste dingen lever ik aan jullie over wat ik ook accepteerde, zegt Paulus, dat Christus stierf voor onze zonden naar de schriften en dat hij werd begraven en dat hij is gewekt op de derde dag naar de schriften. Tot daar even. En mij gaat het even om deze twee versen, 3 en 4. Het gaat mij om het volgende. De vorige keer heb ik het aangehaald, maar ik ga het nogmaals zeggen. De bullet points die hieronder liggen. Je kan ook zeggen, de valstrikken die Satan heeft geplant onder deze passage. Je kunt ze elk benoemen. Namelijk, het eerste deel is dat Christus stierf. Vers 3. Christus stierf. Nummer 2. Voor onze zonden. Dus hij stierf voor onze zonden. Naar de schriften. Vers 4. Hij werd begraven. Dat is nummer 3. En hij is gewekt op de derde dag naar de schriften. Dat is nummer 4. Wat maakt het zo belangrijk? Ten eerste, een belangrijke basis is dat Christus stierf. De hele wereld, daar heb ik het over, en niet-religieuzen, en religieuzen, geloven voor 99% dat dood een andere manier is van leven. Dit wordt genoemd het onderwijs van de onsterfelijke ziel. Dit grijpt terug naar de eerste leugen in Gods woord. Namelijk wat de slang tegen Eva zei. Weet je nog? De slang zei: je zult voorzeker niet sterven, maar zijn als God kennende goed en kwaad. Ik zeg het even op mijn manier. Mij gaat het om die leugen dat de mens niet zal sterven. Terwijl God zei, als je van die vrucht eet, zul jij stervende sterven. Oftewel, je zult stervende worden totdat je sterft. Dat is wat God zei. En dat is letterlijk ook zo gebeurd.
moment dat ze aten van de vrucht, werden zij sterfelijk. En hun sterfelijk lichaam, dus de dood, kwam hun lichaam als het ware binnen. Ze werden sterfelijk. Hun lichaam begon te bederven. Net zoals wij allemaal een lichaam hebben dat bederft. Ik hoef het niet te herhalen, toch? Meerdere keren per dag baden, tanden poetsen, douchen, deodorant gebruiken. Als je dat niet doet, ik hoef er niets over te zeggen, toch? Ons lichaam is aan bederf onderhevig. Het is sterfelijk namelijk. Dat is de reden. De dood is in ons lichaam. Wij zijn aan het sterven. Of we het nou weten of niet, willen of niet, maakt niet uit. Eén ding is zeker, we zullen eens weer sterven. Want we zijn als sterveling geboren. Dat betekent, we zijn als zondaar geboren. Een sterveling is een zondaar. Waarom? Omdat hij eigenlijk het doel heeft gemist. Wat is het doel? Niet sterven. Dat is het doel. Dus al bij je geboorte ben je een doelmisser. Goed. Als wij geloven dat Christus op een andere manier leefde tijdens zijn dood zijn, wat ik heb gehoord vaker, met name ook in het christendom, dat Jezus tijdens die 3 dagen van zijn dood dingen ging doen, sleutels van het dodenrijk heeft gepakt of van de hel, etcetera, etcetera. Nee en nog eens nee. Hij bestond niet. Hij was dood. En er zijn genoeg passages in Gods woord die dat aantonen. En daar zal ik een aparte show over maken, want dit is uiteraard van fundamenteel belang. Jezus was echt dood. En God, die gestructureerd werkt, demonstreert dit ook in de natuur. Want een zaadje moet altijd eerst sterven voordat het nieuw leven voortbrengt. Niet waar? Jezus moest sterven voordat hij in nieuw leven werd opgewekt. Hij was 3 dagen dood. Hij bestond 3 dagen niet. En tweede bullet point is dat hij stierf voor onze zonden. By the way, nog even het volgende. De reden waarom het goede begrip, het juiste begrip van dood en het feit dat Christus echt dood was, dat het zo fundamenteel is, de reden is dat als hij niet echt stierf, als zijn geest op de een of andere manier bewust leefde, dan is de opstanding, de opwekking van weinig tot geen waarde. Dat is het probleem. De opwekking is van gigantisch explosieve waarde, omdat Jezus echt dood was. Dat maakt die opwekking zo belangrijk. Dat maakt die opwekking van zo grote kracht en grote waarde voor de hele schepping. Want zonder de opwekking van Jezus Christus waren wij, de opstanding, waren wij echt de beklagenswaardigste mensen. Dan was er geen hoop meer voor de mensheid, voor de schepping. Dankzij de opwekking van Jezus Christus is er garantie voor de redding van de hele schepping. Dat is het punt. En de opwekking wordt totaal teniet gedaan als Jezus niet echt dood was. Oké. Tweede punt. Hij stierf voor onze zonden. Naar de schriften, zoals de schriften dat voorzegd hebben. Nu, wat betekent hij stierf voor onze zonden? Ook al genoemd. Hij redde ons volledig. Te vergelijken met, ik had het al genoemd, hè? Je bent in een brandend huis, vol rook, je kan niet meer ademen, je verstikt, je valt bewusteloos neer. Je kunt jezelf dus niet redden. Hij rent naar binnen in het brandend huis
Hij tilt je op, brengt je naar buiten, geeft je mond op mond, etcetera, etcetera, zodat je weer bij bewustzijn komt en gered bent. Dat is voor 100% redden. Wat het christendom gelooft, veelal, is dat Jezus, hun Jezus, redding mogelijk heeft gemaakt. En jij moet ernaar grijpen. Jij moet ernaar reiken. Wat betekent dat? Dat jij jouw redding afmaakt. Jij in feite realiseert jouw redding. Want zonder jouw acceptatie ben je niet gered. Voor altijd, voor de eindeloosheid ben je niet gered. Dat is wat er wordt gezegd. Dat is vals. Jezus is de redder van de hele wereld. Heeft de wereld iets toe bijgedragen? Nee, maar dan ook nee. Het is onmogelijk. Want, weet je nog, Romeinen 3 vers 10? Niemand is rechtvaardig, ook niet één. Niemand voldoet, kan voldoen aan Gods maatstaven. Impossible. Oké. Dat is het tweede bullet point. Derde bullet point heeft eigenlijk allemaal met het geheel te maken. En dat is, hij werd begraven. Hij werd begraven. Dat is lastig om daar nu zo op in te gaan. Maar het komt erop neer dat hij, wat in feite wordt geduid met de persoon, de ziel eigenlijk. Hij is zijn ziel. Werd begraven, betekent, de Gods woord gebruikt een metafoor daar. De ziel gaat naar Hades, of in Hebreeuws wordt gesproken over Sheol. Dat is het dodenrijk. Is dat een echte plaats, geografisch, kun je dat GPS'en? Nee, het is een denkbeeldige plaats. Denkbeeldig. Waarom is het denkbeeldig? Dat gaan we, de show over de dood, gaan we dat behandelen. Omdat de ziel in feite ten tijde van het dood zijn, in die periode van het dood zijn, niet bestaat. De ziel bestaat niet. Neem dat gewoon mee. Ik ga dat nader uitleggen in die show. De ziel bestaat niet. Geest gaat terug naar waar het vandaan komt. Lichaam gaat terug naar waar het vandaan komt. Ziel is er op dat moment dus niet meer. Jezus bestond niet. En hij werd begraven, zijn lichaam kun je zeggen, maar de persoon wordt dan in die zin het meest geïdentificeerd met zijn lichaam. DNA bijvoorbeeld. Mm-hmm. Alright. En het vierde bullet point uiteraard. Hij is gewekt op de derde dag na de schriften. Nogmaals, het gewekt worden, die opstanding in nieuwheid van leven, is eigenlijk het grootste wonder ooit. Ik kan het niet anders noemen. En straks gaat het weer gebeuren voor een groep mensen. Dat wordt ongelooflijk. Nou, wat is gebeurd toen? Op de 17e van de maand Nisan, in het jaar 30 na Christus, want dat is wat ik geloof, wat toen gebeurde, is gewoon ongelooflijk. Toen gebeurde iets wat de garantie geeft voor de hele schepping om gered te worden en om ongelooflijke heerlijkheid te ervaren wanneer God zijn doel met de schepping bereikt heeft. Dankzij het kruis van Jezus. Dankzij het bloed van het kruis. Waardoor de verzoening van het heelal gerealiseerd zal worden. Goed. Dit was even belangrijk om te benadrukken. Goed. Ik wilde verder met het volgende. Ga even een stapje terug. Ik ga naar Romeinen
5, vers 6. Romeinen 5, vers 6, daar staat. Vers 6 tot en met 10. Daar staat. Want toen wij nog zwak waren. Daar heb je het weer, hè? We waren niet waardig. Toen wij nog zwak waren, stierf Christus op de bestemde tijd, de juiste timing. Voor wie? Voor oneerbiedigen. Voor oneerbiedigen. Niet voor de eerbiedigen. Niet voor de rechtvaardigen. Nee, hij stierf voor oneerbiedigen. Want, staat geschreven, nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Want misschien durft iemand nog voor een goed mens te sterven. Nu komt het. Maar God echter staaft zijn liefde voor ons. Hij bewijst het. Want Christus stierf voor ons op welk moment? Toen wij nog zondaars waren. Vijanden. We waren nog zondaars. Toen stierf Christus voor ons. Veel meer dan zullen wij die nu gerechtvaardigd worden in zijn bloed. Door het geloof van Jezus Christus. Doordat wij dat, die realisatie hebben ontvangen. En dus die rechtvaardiging. Daardoor zullen wij door hem gered worden van de boosheid. Welke boosheid? De boosheid die straks op aarde zal komen. Daar zal ik het nog over hebben eens een keertje. Volgende tekst. We gaan nu naar een ander niveau. Want indien wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend werden door de dood van zijn zoon. Veel meer dan zullen wij, wanneer wij verzoend worden, gered worden in zijn leven. Eerst wordt er gesproken over het sterven van Christus voor ons toen wij nog zondaars waren. Dat is Christus in zijn functie als de Christus, de gezalfde, de Messias, de Mashiach. Maar nu wordt er gesproken over van vijanden vrienden worden, hoe? Door de dood van Gods Zoon. Daar is een andere relatie. Niet meer de Christus, maar de Zoon van de God. Een familierelatie. En dat zal ook gebeuren met uiteindelijk met de hele schepping in fasen. En het gebeurt nu met degenen die nu mogen geloven. Die het geloof hebben ontvangen. Die zijn verzoend met God. Die hebben die verzoening gerealiseerd. En zij zullen gered worden in het leven van Jezus. Net zoals later de hele schepping zal volgen. Wat is daar de oorzaak van? Nog weer terug, want ik heb dit al een keer behandeld, maar het is veel te belangrijk. Nu komt hij. Maar nu, los van de wet, buiten de wet om, is een rechtvaardigheid van God onthuld, openbaar gemaakt, waarvan de wet en de profeten getuigen. Wat is dat dan? Een rechtvaardigheid van God, echter, door het geloof van Jezus Christus. Voor allen, dat wil zeggen niemand uitgezonderd, en op allen die geloven. Dat wil zeggen, reeds aanwezig op degenen die nu reeds mogen geloven. Maar er is geen onderscheid. Dus uiteindelijk komt dat op iedereen. Ik hoop dat je dat snapt, wat hier staat. Het is voor allen die gerechtigheid van God, dankzij het feit dat Jezus Christus zijn Vader geloofde. Dat is de crux. Want dankzij dat geloof van Jezus Christus, en toen hij zei, maar niet mij wil, maar jouw wil geschieden, pa,
in Gethsemane, dat was de beslissende stap waardoor hij in gehoorzaamheid de weg die stappen nam naar het kruis toe, naar het lijden, die vernedering, het volledig naakt hangen aan die paal in diepe vernedering voor ons. Voor ons, voor onze zonden. Daar ook zijn leven afleggend, gestorven, 3 dagen dood, niet bestaand, en vervolgens door God de Vader in heerlijkheid gewekt. Ik heb hier geen woorden voor. Fantastisch. Nu, dit, dankzij deze daad, gaan wij dit allemaal meemaken uiteindelijk. En het overkomt ons. Daar zal ik een volgende keer iets over zeggen. Het overkomt ons. Wij kunnen er niets aan doen. Wij kunnen geen enkele bijdrage daartoe leveren. Onthoud dat goed. Geen enkele bijdrage. 0. Goed. Ik ga even verder met vers 23-24. Dit moet benadrukt worden. Want allen, dus niemand uitgezonderd, zondigden en hebben tekort aan de heerlijkheid van God. En allen, diezelfde allen, worden om niet dus gratis in genade gerechtvaardigd in zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Zie je hem? Alright. Ik zou zeggen tot hier. En de volgende keer, misschien ga ik hier nog wat zaken aan vastkoppelen. En laten zien hoe Saulus van Tarsus een patroon is geworden voor ons allen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.